Helemaal welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier met heel weinig make-up en dat heeft een reden, want de nieuwe herfst-wintercollectie van Malou Wills is binnengekomen en ik ga deze samen met jullie bespreken en op mij aanbrengen om eens meteen te testen welke productjes het zijn en hoe dat ze mij bevallen. De collectie kreeg de naam Classy Nudes. En de collectie is eigenlijk geïnspireerd op een trend die we ook in de kleding superveel zien. En dat is echt zo de beige, bruine, witte tinten. Eigenlijk echt zo de neutrale tinten. Die zijn deze winter enorm in. Deze collectie is daarop geïnspireerd zodat je een make-up look kan matchen met een kledingoutfit. Dus dat is echt een enorme meerwaarde. De collectie bevat 4 lipproductjes. 3 oogschaduws, een blush en 2 nagellakjes. Ik begin met de nagellakjes. En de nagellakjes zijn beschikbaar in een meer witte ecru tint en een bruine tint. De nagellakjes die komen op €10,50 en blijven echt super lang zitten. En ze hebben een waaierpenseeltje, waardoor je het heel makkelijk kunt aanbrengen. Dan hebben we een ombre blusher in het gamma. En deze blush gaat dus van licht naar donkerroze. Je kan de kleuren mengen of je kan ze, ja, eigenlijk de kleur die je wilt aanbrengen. De blush komt op €30 en is vrij van minerale oliën en parabenen, dus eigenlijk vrij van rommel. En we gaan de blush een keer gaan aanbrengen om te zien wat dat geeft. Ik ga de blush rechtstreeks van op de tester aanbrengen. En dat ziet er dan zo uit op de borstel. Ik breng dat aan met de borstel van Malou Wills. En ik breng dat aan op de appeltjes van de wangen. Blush is echt een trend van dit jaar. Het is echt in om zo vrij felle blush aan te brengen. Ik vind het persoonlijk mooier als het een beetje zachter is. Maar dit vind ik wel een hele mooie kleur. Mooi op te bouwen ook. Voor mij bijvoorbeeld is dit voldoende. Maar wil fellere blush, kun je echt gerust nog een laagje gaan aanbrengen voor wat feller resultaat. Dan gaan we door naar de oogschaduws. En er zijn 3 tinten van de oogschaduws. De oogschaduws zijn ook weer vrij van parabenen, parfum en lanolinde. Amai, zeg dat woordje. Dus ideaal. Maar voor ik de oogschaduws ga aanbrengen, ga ik met een oogschaduwprimer mijn ogen voorbereiden. De oogschaduwprimer van Malou Wills zit in een tube, komt op €10. En dat gaat ervoor zorgen dat je kleuren intenser gaan overkomen, maar ook dat die niet in die lijntjes kruipen. Want er is niks zo vervelend als je oogschaduw aanbrengt. Het ziet er mooi uit en dan een paar uur later zit dat zo in al die lijntjes. Dat is verschrikkelijk. De oogschaduw breng ik aan met 2 penselen. Een plat penseel om het aan te brengen en dan een blending brush om alles mooi in elkaar te blenden. Het zijn trouwens ook van Malou Wills. En ik moet zeggen dat ik daar echt heel fijne resultaten al mee heb gedaan. Ik heb vorig jaar make-up opleiding gevolgd. En een oogschaduwpenseel is echt wel super belangrijk voor een mooi resultaat. En deze zijn enorm fijn om mee te werken. Ik heb hier 3 kleuren. Ik ga beginnen met nummertje 50, de glanzende kleur. Ik ga dat ook weer gewoon rechtstreeks van het palet nemen. Ik ga het aftikken dat er niet te veel op mijn ogen komt. En dan ga ik het gaan aanbrengen op mijn bewegend ooglid. Ik vind dat zelf altijd fijn om daarmee te gaan beginnen. En dat zorgt voor een beetje een lichte glans. Heel subtiel. Dan neem ik het fluffy penseel en ik ga deze bruine tint nemen. Dat is de Coffee Dream kleur. De naam past echt perfect bij de kleur. En dat brengen we aan in de arcadeboog en gaan we een beetje blenden. Zoals ik al zei, het is echt een super neutrale look. Dan neem ik nog een schuin afgesneden penseeltje en daarmee ga ik deze kleur, die lichtbruine tint, gaan opnemen op het penseel. Zo. En dat ga ik dan hier op de onderste waterlijn aanbrengen. Super subtiel. Ik ga het zo even laten zien. De oogschaduw zit erop echt super makkelijk. Ik heb dat in nog geen 5 minuten gedaan. En dan ga ik uiteraard de ogen afwerken met mascara. En ik gebruik daarvoor de Diva Eyes Mascara. De Diva Eyes Mascara heeft een kegelvormig borsteltje. En is een bestseller hier in de winkel. En ook wereldwijd. De mascara bestaat in een gewone versie en in een waterproof versie.
Als je niet goed weet wat je moet kiezen, ik zou gewoon de gewone aanraden en voor speciale gelegenheden de waterproof. Omdat als je waterproof gaat verwijderen, is dat niet zo lief voor wimpers. Terwijl een gewone krijg je er makkelijker af. Voilà, het resultaat van de mascara. Ik kan deze gerust ook aanbrengen op de onderste wimpers. Ik ga dat nu doen om de look een beetje meer af te maken. Maar dat is dus volledig je eigen keuze. Of je het aanbrengt op de onderwimpers of niet. Ik wissel af. De ene dag doe ik het wel, de andere niet. En ik vind persoonlijk, als ik oogschaduw draag, doe ik het wel erop. Omdat ik vind dat de look dan toch net wat meer af. Om als laatste de ogen af te werken, ga ik nog een beige oogpotloodje gebruiken. Het zit gewoon standaard in de collectie. Is kleurtje nummer 3 van de Soft Eye Styler. Komt op 15 euro. En de reden waarom ik deze ga aanbrengen is omdat dat mijn ogen wat groter doet lijken. Dus ik breng die eigenlijk aan in de waterlijn. Het is echt een heel simpel trucje om je ogen wat groter te doen lijken. Als laatste hebben we eigenlijk nog onze twee soorten lipkleuren die beschikbaar zijn in een limited tintje. We hebben de Color & Shine lipstylo's en veel van jullie hebben die ondertussen al geprobeerd. Dat is eigenlijk een kleur en verzorging in één. Komt op 18 euro en er zijn dus twee nieuwe tinten. En dan hebben we onze Hydra lipgloss. En die is ook dus beschikbaar nu in twee nieuwe tinten. We gaan die zo meteen een keer gaan testen. En deze bevat anti-aging ingrediënten om de lippen extra te gaan verzorgen, maar ook een beetje gaan werken op anti-aging, want als we ouder worden, dan verkleinen of verdunnen de lippen. En met dit ga je dat een beetje gaan voorkomen. De textuur van de twee lipproducten die is verschillend. Ik ga beginnen met het testen van de Color & Shine lipstylo's. En we gaan een keer testen welke kleurtjes dit zijn. Dit is nummertje 45. En dit is nummer 35. Zo. Ik hoop dat je het een beetje kan zien hoe dat de kleur is en hoe dat de textuur is. Persoonlijk vind ik dit wel een hele fijne textuur. Voelt aangenaam op de lippen en blijft lang zitten. Bevat hyaluron en marula olie. En ik moet zeggen dat deze kleuren wel echt super mooie kleuren zijn. En dan gaan we de Hydra lipglossjes een keer testen. Deze komen op 16,50 euro. En zoals je ziet aan de verpakking zit er een lichte glitter in. Ik ga mijn hand nummertje 18 testen. En dat is precies meer een wat rozere tint. En je gaat zometeen echt heel goed het verschil zien qua textuur. En dan nummertje 05. Gaan we ook een keer testen. Oeh, deze is ook wel super mooi. Dus je ziet echt duidelijk het verschil in textuur van de twee lipproducten. En ik moet zeggen dat ik de kleuren wel echt enorm, enorm mooi vind. Maar voor nu, voor deze look, ga ik voor de lichte tint van de Color & Shine lipstylo's. Ja, ik vind het echt heel mooi. En dit is de kleur. Wat ik ook wil meegeven, die Color & Shine lipstylo's. Je kunt daar zo aan draaien en dan komt het kleurtje naar boven. Dus voilà. En dat is nummertje 45. De collectie is vanaf nu beschikbaar in de winkel en op de webshop. En kom gerust een keer binnen als je meer informatie wenst of als ik ergens bij kan helpen. Stuur mij ook gerust een berichtje. En dan was dit de look. Ik hoop dat je het leuk vond om op deze manier de collectie te ontdekken. Heel erg bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Doei!